voedselbossen ontstaan overal in Nederland. Het is een fantastisch initiatief. En het zou zo mooi zijn als het in de Zaanstad ook gebeurt. En wat is een voedselbos? Nou, een voedselbos is een stuk jungle wat je creëert door de natuur volledig met rust te laten. Maar daar wel inheemse planten aan te leggen. Dus wat je krijgt is een bos vol met noten, vruchten, bessen, kruiden, paddenstoelen, alles wat je kan eten. En tegelijkertijd een explosie aan biodiversiteit. Oké, dus dat groeit allemaal door elkaar heen. Dus ik kan gewoon naar het bos en ik vind er eigenlijk allemaal producten waarmee ik gewoon vanavond kan gaan kopen. Ja, dus je ziet eigenlijk wat er met de grond gebeurt als je die volledig met rust laat en laat ontwikkelen. Dan ontstaan er gewoon van nature bossen. En als je nou dingen plant waar je ook van kan leven, wat je kan eten, dan krijg je een heel rijk en voedzaam bos. Oké, dus je hoeft eigenlijk voor de rest helemaal niet van alles te doen. Dat is echt een natuurlijk proces. Het is een natuurlijk proces en het is fantastisch voor de natuur. Maar het is ook nog eens goed tegen klimaatverandering, voor het opslaan van CO2. Het herstelt de biodiversiteit, het geeft voedsel en het is fantastisch om er doorheen te lopen. En er zijn er al een aantal in Nederland, zei je? Ja, je hebt een paar initiatieven al in Brabant, in Flevoland. In Ketelbroek staat een van de mooiste voedselbossen die al tot ware grootte is gegroeid. Dus het is fantastisch om te zien wat er gebeurt. En de Zaanstreek, waar komt er hierheen? Ja, wat mij betreft beginnen we morgen met een aantal mensen die hier gewoon wat in zien om samen zo'n bos te realiseren. Dat kinderen kunnen zien hoe mooi de natuur is als je het laat groeien. Oké, dus als mensen interesse hebben, moeten ze het liken en hun naam eronder zetten en dan neem jij contact met ze op. Zeker, ja. Oké, succes!